Hallo allemaal, hartelijk welkom bij een nieuwe Animal Crossing op Crazy Coon. Super tof dat je weer kijkt. Op het moment dat ik het opneem is het vrijdag. Op het moment dat dit uitkomt is het, denk ik, woensdag. Want maandag staat een Pokémon Go op de planning. Dus, vallende sterren voor vanavond. Dat moet ik onthouden. Om vanavond dus nog even te gaan spelen. Misschien zie ik jullie daar. Misschien ook niet. Maar we krijgen dus een sterrenregen. Dat is awesome. Wij duiken weer Animal Crossing in. Het is tijd voor deel 59 alweer. Echt ontzettend, ontzettend tof dat we daar al zijn. Vind je deze video's tof? Beloon ze dan zeker met een blauw duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk voor meer. En druk ook op het belletje als je geabonneerd hebt. Zodat je een bericht krijgt elke keer als ik een nieuwe video upload. En we beginnen met money. Er is geld in bomen. En die bomen gaan dan ook direct weer weg. Zie ik al, want dit staat hier niet heel mooi. Oeh, we beginnen ook met red, zo te zien. Ik zie daarachter namelijk wolkjes verschijnen. En die wolkjes, ja, dat is iedereens favoriete vos. Of favoriete oplichter. Eén van beide. Ik gebruik ook eigenlijk red alleen maar als ik een telefoon bij de hand heb. Want ik wil kunnen checken of ik iets legitiems koop of niet. En mijn gouden bijl houdt ermee op. Yes! Why? Dan moet ik een nieuwe gouden bijl regelen. Dat kan op zich geen probleem natuurlijk. We gaan een gouden bijl regelen. Wat ik ook vandaag wilde doen was mijn oude tuin opruimen. Mijn nieuwe tuin mogelijk gaan inrichten. In elk geval dus de oude opruimen. En we gaan ook natuurlijk de Tyrannosaurus Rex neerzetten. Dus als ik hier toch ben, kunnen we direct even gaan kijken naar wat we allemaal hebben aan Tyrannosaurus Rex-achtige dingen. Heb ik nog een gouden bijl ergens of heb ik een nieuwe nodig? We gaan in eerste instantie sowieso even kijken. Tyrannosaurus Rex-kop in de zak. Tyrannosaurus romp in de zak. Tyrannosaurus staart in de zak. Die nemen we namelijk sowieso mee. En dan pak ik, neem ik aan, maar even goudklompjes. Hoppatee, nieuwe bijl. Let's go. Heb ik daar de spullen voor op zak? Is dan weer de vraag. Maakbaar, 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 maakbaar. Heb ik nou serieus niet bij me wat ik nodig heb om een bijl te maken? Materiaal tekort. Ik heb geen takken en geen stenen bij me. Oké, dat is interessant. Had ik natuurlijk eventjes naar moeten kijken. Gaan we natuurlijk gewoon fixen, want takken en stenen zat. Allebei ook namelijk. 17 takken nemen we mee. Misschien dat ik net in de vorige aflevering op 30 zat. En dat ik daarom heb gedacht, weet je wat? Ik stop het weg. Ik neem voor de zekerheid dus ook maar 11 ijzerklompjes mee. Want voordat je het weet heb ik die ook niet meer. Moet ik die weer pakken? Zijn we weer een menu verder? Dat soort dingen. Dus kijk, maakbaar. Awesome. Bam. Ik heb een breekbare bijl gemaakt. Dat is tof. Ik wil geen stenen bijl. Ik wil deze bijl. En dan gaan we daarna ook natuurlijk een goudklompje eraan toevoegen. Voor de gouden bijl, jawel. Hoppatee, ik heb nog een heleboel meer gouden items. En het is mogelijk dat ik binnenkort eens een keer een video ga maken waarin ik alle gouden items maak die ik kan maken. Als je dat graag wil zien, laat dat dan zeker weten in de comment en druk ook op het duimpje omhoog, zodat ik weet dat dat iets is dat het goed zou doen bij jullie. We moeten zo even wat geld droppen, we moeten wat dingen verkopen. Maar belangrijker, even kijken, dat is een romp. Waarvan ik niet zeker weet of ik hem al heb. Dus die gaat de opslag in. We zijn bijna klaar met het inventory management. Oké, klaar met het inventory management. Op naar de postbus. Dan wil ik even kijken bij Red. En dan gaan we beginnen met het neerzetten van de Tyrannosaurus Rex. Wat zit hier allemaal in? Tipper! Een veelzijdig, maar ik wil van jou af, Tipper. Ik kreeg trouwens ook, was van Kaylee, die zei al van, ik heb je iets gestuurd, de Tyrannosaurus-kop had je dat nodig toch, alsjeblieft. Ik had hem dubbel, groetjes Kaylee en trouwe, tussen haakjes, stille kijkers. Dus
Kaylee, hartstikke bedankt. Ik zag dat je inmiddels wat minder stil was, want je had ook al gepost dat je me een Tyrannosaurus kop gestuurd had. Ik vond hem natuurlijk in de video waar je dat onder zette, maar super bedankt. En nu we het daar toch over hebben, alle stille kijkers, ontzettend bedankt. Want ik realiseer me dat dat het merendeel van jullie is. Dat gewoon kijkt, de video's tof vindt, maar het niet zegt omdat ze geen YouTube-account hebben. Omdat ze er om een andere reden voor kiezen om niet te commenten. Maar weet dat ook het feit dat jullie kijken en dat jullie de video's leuk vinden enorm veel van mij betekent. En als dat dan af en toe zo ook naar buiten komt, dan is het super tof om dat te horen. Dus stille kijkers, dank je wel. Net zo natuurlijk als de niet-stille kijkers, want ook jullie zijn grote toppers. Voordat we naar Red lopen, ligt er toevallig hier bij het strand, want dat kan ik tegenwoordig soort van boven zien, een flesje? Nee, geen flesje met een ontwerp. Dus dat betekent eerst maar eens eventjes naar Red. Yo, Tad, what up, what up? Oeh, ik zie allemaal koningsvlinders zijn dit volgens mij. Monarchvlinders. Wat is het? Monarchvlinder. Dus ik zat met koning in de goede richting. Hoewel, een koningin is natuurlijk ook een monarch. Dus wat dat dan gaat, nou ja, het klopte bijna. Laten we het daarop houden. We kunnen hier natuurlijk een nieuwe boom direct gaan planten. Als klingelboom. Ik heb eens gehoord dat als je dit doet, dat het dan 33.000 worden. Nou heb ik ook eens een keer op het internet gezien dat als je dit doet, dat er dan een kans is dat het gebeurt. En dat het statistisch uit kan om gewoon 10.000 in de grond te stoppen. We gaan het eens een keer proberen met 11.000. Misschien hebben we mazzel. Misschien ook wel niet. En als ik hier dan toch gaten aan het graven ben, moet ik toch even bij deze steen kijken wat eruit komt. Zo te zien, stenen en ijzer. Wellicht ook goud. Doe eens goud. Doe eens goud. Doe eens goud. Doe eens goud. Nee, helaas. Steen en ijzer. And that's it. En dan moeten we even gaan kijken wat Red allemaal natuurlijk heeft. En we moeten even kijken of dat echt is. Dus ik zal zo even op zoek naar mijn telefoon. Zodat ik kan opzoeken wat echte kunst is en wat niet. Maar eerst naar binnen bij onze kunstdealer. En daar hebben we hem. Wat fijn om je te zien aan boord van Red Schattenschuit. Ik ben inderdaad bekend met jouw beleid. Je mag één keer iets kiezen per dag. Is dit nou eindelijk eens een keer de echte? Dit is het makkelijkst om te zien. Oh, ik zie het al. Het is nep. Nee, ik wil hem namelijk beter bekijken. Maar ik zie al, het is nep. Want de echte heeft natuurlijk geen koffievlek aan de zijkant zitten. Oftewel, nep. Ik weet het niet, want ik weet het wel. Hij is nep, dus dat gaan we niet doen. Van deze weet ik ook wat de echte moet zijn en wat de neppe moet zijn. Ik weet alleen ook zeker dat deze al in ons museum hangt. Dus zelfs als dit de echte zou zijn, en dat is het volgens mij niet, want dan heeft hij een andere kleur. Hoe het ook zij, deze hebben we al. Dus het maakt ook niet uit. Ik wil zo eens even kijken naar het beeld dat daar dan nog staat. En we kunnen natuurlijk ook hier even kijken naar wat dit is. Fleurig schilderij. Mea korting. Ja, ja. Laat eens van dichtbij zien. Ik zie hier in eerste instantie niks geks op, maar we gaan toch even kijken wat we kunnen vinden. Ik moet altijd weer de site me ook herinneren. Red Fake Art. Als ik daarop zoek, kom ik vast iets tegen. Jawel, de complete guide op polygon.com. En dan moeten we natuurlijk kijken naar de painting, de Jolly Painting. Even kijken, als hij fake is, dan moet er aan de zijkant iets te zien zijn. Oh, dan er moet nog een stengel uitsteken. En dat is hier niet het geval. Oftewel, deze is sowieso nep. En ja, dan is het dus onhandig. Want dan is dit eigenlijk onze enige andere optie. Het gracieuze standbeeld.
En daarvan durf ik me dan ook af te vragen hoe echt dat is. Dat zal in het Engels vast het beautiful statue zijn, inderdaad. En ik zie het al, die is ook fake, want de neppe heeft een ketting om. En dat heeft deze ook. En om nou het gracieuze standbeeld overal neer te gaan zetten... Nee. Anders zou ik namelijk zeggen, dan koop ik gewoon het standbeeld. Maar in dit geval is dat dan toch ook een nee. En puur voor jullie overzicht wil ik dan toch ook nog even opzoeken of deze echt is. Nee, laat me niet los. Serene schilderij. Die moet makkelijk te vinden zijn. Want volgens mij hebben we gewoon ook een serene painting. Jawel. De neppe, dat is deze inderdaad. Ook zie ik nu al, daar hebben we dus een blauwe... Of in elk geval gekleurde, wat is het? Marter? Otter? Oftewel, bedankt dat je weer eens komt opdagen, Red. Eén keer in de blauwe maandag. Maar we hebben hier natuurlijk niks aan. Alles wat je bij je hebt is fake. Dit servies wil ik wel hebben. Dat vind ik namelijk cool. Dips. En dat is het dan denk ik ook. Wat is dit voor... Dit is een scherm, denk ik. Keizerlijk scherm. Ja, geef maar mee. Ik weet vrij zeker dat we het keizerlijk scherm ook al hebben, maar... Ik heb vrij veel geld op zak, dan wordt het makkelijk om dingen te verkopen. Hey, Red, thanks man. Later. Tof dat we langs mochten komen. Goed, dat was Red. En dat betekent dat we nu nog even op zoek gaan naar het ontwerp. We gaan geld dumpen. We gaan zo meteen ook vlinders verkopen als we toch bezig zijn. En dan gaan we de tuin, wilde ik zeggen. Maar het moet natuurlijk het Tyrannosaurus, andere T, standbeeld gaan we dan neerzetten. Ik pak toch nog maar even wat takken op. Ondanks dat ik weet dat als je zo een beetje schudt aan de bomen, dat er dan meer dan genoeg takken uitkomen. Dat is dus ook de truc als je op zoek bent naar dennenbomen, eikeltjes, dat soort dingen. Onthoud deze plek. Hier komt zometeen namelijk onze T-Rex te staan. Ja, dat wordt echt wel awesome. Ik ben benieuwd hoe het allemaal er straks uitkomt. Ik ben stiekem toch eigenlijk ook op zoek naar de wespen. Maar die hebben er vandaag nog geen zin in. Op zich gelukkig voor mij. Het schijnt dus, las ik onder in de comments, dat je wespen ook weg kunt jagen door een partypopper af te steken. Wat ik op zich wel een hele creatieve manier vond om dat te doen. Dit takje zullen we even meenemen. Kijk, geld is natuurlijk altijd welkom. Maar het is natuurlijk meer nog mooier als er in plaats van geld een item uitvalt. Hallo opaal. Dit is dus onze nieuwe bewoner, Opaal Snoet. Ik heb er nog niet heel veel gesproken. Ze schijnt een arrogante persoonlijkheid te hebben. Maar ik moet zeggen dat ik haar leuk vind, tot nu toe in elk geval. Hoppatee. Een fossiel hebben we opgegraven. Daarmee kunnen we zo meteen natuurlijk altijd nog langs bladers. Maar we hebben op zich de meeste fossielen natuurlijk al. Kan ik bij deze vis vanaf hier... Herfst, nieuw seizoen, nieuwe vissen. Dus dat maakt me dan toch benieuwd. Waarschijnlijk is het gewoon iets dat we al hebben. Ja, dat is het inderdaad. Een tilapia. Was al bekend. Dus. Hey ho, hey ho. To Nook Shop we go. Even kijken wat daar allemaal te koop is. Open sesame. Wat is hier te koop? Niet zo heel veel interessant, zo te zien. Had ik nog iets bij me om in de verkoop te doen? Ja, dat had ik. Want... Die. Ja, joh, verkoop het onkruid ook maar. Die. Hoppatee. Ik heb inderdaad prachtige dingen meegebracht. I know.
Hoppatee. Ik hoop trouwens dat jullie het geluid dat ik van buiten hoor niet op de video horen. Als dat wel zo is, dan mijn excuses. Er staat namelijk een vrachtwagen voor ons huis. Dus ik hoop dat het geluid meevalt. 1300 klingels voor die. En dan kunnen we eigenlijk al wel, denk ik, gaan beginnen nadat ik het geld gedropt heb. Aan het neerzetten van onze Tyrannosaurus Rex. Waardoor ons dorp toch weer even dat stukje stoerder wordt. Yo, 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 gala, hoe is het? Je had me helemaal niet beledigd. No worries, wat is hier nieuw? 26 september is Teddy jarig. Awesome! 26 augustus. Onthouden. Teddy dus. Die dag zeker even spelen, want Ted, als een van mijn oorspronkelijke bewoners, die moet toch wel een cadeautje krijgen. Wat zit hier allemaal in? Dips. Paarse camouflagevloer. We nemen gewoon alles mee. Hier nog even kijken. Want we willen natuurlijk geld dumpen. De diensten. Klingelautomaat. Klingels storten. We moeten natuurlijk weer langzaam aan kijken of we richting de 15 miljoen kunnen. We zitten nu bijna op 14, dus wat dan gaat gunstig. En let's go. We gaan eerst de T-Rex plaatsen. Daarvoor moeten we zo meteen even wat paden weghalen, want dit is de oude plek van mijn boomgaard. En we moeten kijken of we dan iets meer nog met het land willen doen. Of dat we zeggen, hey, het is oké als we alleen de paden weghalen terwijl we daarheen gaan. Schudden we wel nog even aan de bomen voor de items. Of de wespen. Dit gaat bij mij meestal mis. Oké, gunstig. Meestal als ik dit namelijk doe, dan loop ik aan de boom voorbij. Dan schud ik en dan druk ik op A om dus die wespen te vangen. En dan schud je nog een keer aan de boom. Dat is wat er vaak misgaat in mijn geval. Ja, ik blijf dit tof onkruid vinden. Dit onkruid vind ik dan weer minder cool, dus dat halen we weg. Maar dat andere onkruid, dat blijft staan. Het heeft wel iets ruigs of zo. Daar kan niks uitvallen. Ik weet dat als ik vaker schud, dat ik dan een grotere kans heb. Maar het gaat me toch puur om de wespen. En die vallen hier ook niet uit. Oké. Die even mee. Bij de trap omhoog. En dan kunnen we hier ruimte gaan maken voor de T-Rex. Eilandontwerper aan. We willen natuurlijk bouwen. Daarom hebben we het hele gebeuren aangevraagd. En ik zit mij te bedenken dat misschien een andere toffe plek voor het neerzetten van een fossiel. Dat hoeft natuurlijk niet per se de T-Rex te zijn. Maar dat daarboven is. En ik zit te hopen dat ik hier genoeg ruimte heb om die T-Rex neer te zetten. Dat zou namelijk best wel eens tegen kunnen gaan vallen. Denk ik zo. Maar we gaan straks kijken. Even die Lady van Dalen ook weg. Wop. Ik zag van Van Keen was dat volgens mij. Een vraag ook in de comments voorbij komen. Die zei, hey Koen, ik heb geen Lady van Dalen gekregen. En mijn eiland is wel 5 ster. Hoe kan dat? Dat komt. Heb ik ook in die comment trouwens gereageerd. Maar de reden daarvoor is dat je niet altijd een Lady van Dalen krijgt. Statistisch gezien heb je elke dag een kans dat er een Lily of the Vale of een Lily van Dalen verschijnt. En gemiddeld genomen gebeurt dat net iets minder dan 1 keer per week. Dus als je ongeveer 1 keer per week een Lily van Dalen krijgt met je 5 ster eiland, dan zit je gewoon op het juiste wat je mag verwachten, statistisch. Vaker, dan heb je mazzel. En ja, iets minder vaak kan natuurlijk ook, maar dan is het pech. En onze paden zijn bijna weg, wat dan weer rijmt op pech. Ik vraag me dus af hoeveel die monarchvlinders waard zijn. Je ziet ze zoveel, dat het kan haast niet heel veel zijn, maar ik vind ze wel mooi namelijk. Oké. Goed. En dan nu de grote vraag. Wat gebeurt er als ik een Tyrannosaurus kop neerzet? Ik wil namelijk de kop graag de kant van het museum op hebben. Awesome. Oh, wat ik eigenlijk wil doen. Ik zag hem namelijk. Ik zal jullie even meenemen mijn gedachten in. Ik zag hem
zo. En toen dacht ik, oh, dat is net een of ander super gaaf wezen dat mensen aanvalt. Dus ik ga toch misschien mijn plan aanpassen door hem hierheen te schuiven. Zo. Dan gaan we eerst de staart hier neerzetten. Anders sluit ik mezelf straks namelijk op. Kan ik nu al voorspellen. Hop. En past de romp hier dan gewoon tussen? Hebben we dan in één keer. Hoppatee. Oké, toegegeven, hij moet wel even andersom. Hoppa, de T-Rex. Nice. Oké, dat was hier in de breedte natuurlijk ook. Dat is ook nog steeds een optie. Het punt is dat eigenlijk deze hele trap en dus dit stuk, dat dat niet zo heel veel functie heeft op dit moment. Dus ik moet hier of een bloemenzee van maken, of je moet op de een of andere manier daarheen kunnen en dan omhoog. Of we maken hier ook een soort van kunstding van. We grendelen het hier af. Dan heb je hier een soort van kijkplekje of zo. Je kunt vanaf hier natuurlijk nog wel ook die kant op. Dat is wel een ding om erin te houden, denk ik. Ik denk dat we hier met hekjes zometeen gewoon even niet afgrendelen. En dan maken we hier nog een tof stuk. Ik heb misschien nog wel een ander fossiel. Een wat kleiner fossiel dat gebruikt kan worden. Zoiets. Oh ja, Tipper had ons natuurlijk ook een kledingstuk gegeven. Ik was alleen zo met... Oh, maar Tipper, ik wil dat jij verdwijnt. Dat ik ben vergeten te kijken wat het is. Fantastisch. Mijn dank is groot. Deze, die lelie van Dalen, planten we voor eerst hier dan maar weer eventjes. Zo. We gaan eerst even mijn oude tuin opruimen. Dat is nu namelijk denk ik het nuttigst. Mijn oude tuin is hier namelijk nog steeds gesitueerd. Neemt een heleboel plek in. En eigenlijk gebeurt er niet zoveel. Dus die tafel en die stoelen, die gaan mee. Zo. Het zwembad gaat mee. De zonnepanelen gaan mee. Ik ben wel benieuwd of er nog iets in die boom zit. Cash, awesome. De enige reden namelijk dat ik dit eigenlijk had opgesteld was om knollen op te kunnen slaan. Nou, zoveel knollen koop ik natuurlijk niet meer, zoals de meeste van jullie weten. Dus dit hek hier neerzetten heeft wat dat aan gaat niet zo heel erg veel zin. Dus we kunnen hier nu iets anders mee gaan doen. Drop vooral een idee in de comments. Want over dit stukje ruimte had ik zelf nog niet heel erg hard nagedacht. Ik dacht alleen, ik wil het graag even weg hebben. Dan is hier namelijk weer wat meer ruimte. Misschien dat ik het bos gewoon uitbreid. Ik kan natuurlijk ook de kampeerplek naar beneden halen, bedenk ik me. We kunnen hier een bloemenveld van maken. We kunnen ook hopen dat Rooster binnenkort in de game komt. En dan, als hij een eigen plek in een café heeft, hem daar neerzetten. Dat gaan we sowieso doen. Als Rooster in de game komt en hij moet een plek krijgen voor een café, dan is dit de plek voor Rooster's Café. Zonder meer. Even kijken, komt er nog iets interessants uit deze bomen? Maar nee. Het is wel de aflevering van het geld. Deze. Oh jee, ik zie mezelf niet. Maar ook blind ging het goed. Nice. Nice, nice, nice. Oké. Iets wat ik mij dan dus nu afvraag, voordat we mijn tuin in gaan richten. Hebben we nog steeds 5 sterren als ik straks klaar ben? Want dat durf ik mij dus af te vragen. We hebben zoveel items bij ons dat we vol zitten ook. We gaan even kijken wat Isabelle daarvan te zeggen heeft. Zijn we nog steeds een 5-ster-eiland of niet? Oh. Want ik heb natuurlijk wel heel veel hekjes weggehaald nu. Het zou mij niks verbazen als dat er te veel waren. Hoe worden we beoordeeld? 5 sterren nog steeds. Awesome. Kijk, ja, de feedback hoef ik op zich niet. Sneeuwpop.
Dat is een karakter dat we nog niet gezien hebben. Ik ga als het winter wordt natuurlijk in de sneeuw spelen. Ook in Animal Crossing. Want ik vind de sneeuw echt super gaaf. Dus dat gaan we dan zeker doen. We gaan eerst nu, als ik namelijk toch weet dat we nog steeds in de 5 sterren staan. Hier natuurlijk het pad weghalen, want het staat nogal weird dat hier nu ineens een pad is. Die step kan misschien wel gewoon blijven staan trouwens. Ik laat die crafting bench daar ook gewoon staan. Gereedschapstafel als herinnering aan dat ik hier ooit gewoond heb. Plus, als ik nog dingen moet maken, is dit een soort van automatische plek ook om heen te gaan. Die klingelboom gaan we hier gewoon in de grond zetten. Komt dan een beetje onder de noemer. Je onthoudt maar dat je hier een kledingboom hebt staan. Of een klingelboom. Dus, hop, kledingboom. Dat zou interessant zijn. Kan deze namelijk mee. Ik zag Gala hier net ergens zitten. En dit pad kan dan natuurlijk ook weg. Dit is niet meer nodig. Dit leidt nergens heen. Weer een heel stuk natuur op het eiland om iets mee te doen. Ik kan dit natuurlijk ook verhogen en hier een of ander uitkijkpunt van maken of zo. Meerdere opties. Gala. Ik kom even babbelen. Extra meteoren te zien. Ja, vallende sterren vanavond. Episch. Kan ik blijven slaan? Nee, net niet. Oké, jammer. Nou ja, gelukkig is het geen geldsteen. Dat scheelt. Wop, 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 wop. Hier al mijn fruit. Dat ga ik binnenkort eens een keer plukken. Want ik wil eens een keer een aflevering maken waarin ik alle fruitrecepten maak. En die heb ik namelijk ook nog niet gemaakt. Dus dat is een prima ding om te gaan doen. We gaan nu natuurlijk eerst weer eventjes terug. En dan gaan we bedenken hoe we mijn tuin in willen richten. Want daar is natuurlijk nog ruimte voor. Hallo opaal, kan ik jou al iets geven toevallig? Nee, alleen tijd voor een praatje. Een boot inderdaad. Geen goed gevoel over. Nee, dat snap ik. Red doet veel, maar goede gevoelens oproepen doet Red meestal niet. Oké, wat kunnen we hier nog neerzetten met wat we hebben? We kunnen natuurlijk sowieso, want hierachter is vaak wel ruimte. Dus het zonnepaneel neerzetten, dan blijven we daar namelijk wel punten voor krijgen. Eigenlijk moet hij natuurlijk andersom. Dus niet zo, maar zo. En dan gewoon maar ergens die kant op. Ik wil hem toch nog eventjes eentje naar beneden hebben. Hop, zodat hij tegen het huis aan zit. Dat zit hij nu. En dan duwen we hem naar achter. Zo, niemand die weet dat het er staat. Maar je krijgt er voor de game wel punten van. Er was iemand die zei, Koen, neem alsjeblieft een andere brievenbus. En nu ik dit zo zie, ben ik misschien ook wel geneigd om te zeggen dat dat inderdaad nodig is. Kan ik mijn brievenbus bijvoorbeeld ook hier neerzetten? Ik heb nu een brievenbus in mijn inventaris, toch? Ja, de rustieke brievenbus. Stel, we halen deze roos weg. Gewoon even experimentje. Mijn zakken zitten vol. Ruil maar. Zo, dat pakken we straks wel weer op. Kan ik hier mijn brievenbus plaatsen? Oh, dat kan. Kijk, dat is leuk. Want dan zeggen we, dit is ongeveer het begin van Koens huis. Dus hier is de brievenbus. De plek is nog niet ideaal, maar dat komt. Ik wil eigenlijk ook van die schutting af. Ik moet een leukere kleur of type hek hebben eigenlijk. Want ik wil wel iets om een tuin heen hebben. Misschien moet ik gewoon kijken wat er gebeurt als ik die paalhekjes hier neerzet.
Dat is misschien nog wel een optie. Kijk, we hebben nu dus alweer 30 takken. Dus dat gaat echt ontzettend rap. We hebben nu ook alweer 30 stenen. Dus dat gaat ontzettend rap. Dan komen we hierheen. Met die stenen. Tuinstoel allemaal even in de opslag. Scherm in de opslag. Wat nou als we paalhekjes neerzetten in plaats van de hekken die we daar nu hebben staan? Zou dat er beter uitzien? Jij weg. Jij erop. Jij weg. Jij weg. Jij hier. Dit wordt een interessante. Uh-huh. Wat nou als we hier zo doorgaan? Het ziet er in elk geval iets verwelkomender uit, vind ik. Het ziet er minder uit als blijf weg bij mijn huis. Dat is namelijk een beetje zo'n ding dat ik in principe helemaal niet wil, namelijk. En we kunnen natuurlijk niet hoger bouwen dan dit. Maar het is misschien wel cool. Dan moet ik alleen de rivier een stuk verleggen. Oh, wat ik nu in mijn hoofd heb, dat kost echt een heleboel moeite. Wat ik namelijk wil doen, is hier misschien al een trap maken die dan naar beneden gaat, zodat je daar iets met een zwembad of iets anders kan doen. Het punt is dus, als ik dat wil doen, moet ik geen bloemen gaan plukken. Dit gaat nu voor al die bloemen gebeuren natuurlijk. Oké, pluk maar gewoon. Ik geef ze zo wel weg. Maar dan zouden we daar beneden nog een soort van hangplekje kunnen maken of zo. Dat is misschien wel een optie. Zeker als ik dit ook vrij maak. Dat kunnen we nu zelfs wel nog wel eventjes doen. Die bloemen moeten dan natuurlijk allemaal weg alleen. Zo. Die boomstronk moet weg. En Stonehenge moet dan misschien ook ergens anders heen op termijn. Dat is een zorg voor later. We zitten namelijk bijna ook aan de tijd. Dus we gaan dat zo nog even doen. Wop. En wop. Dan is natuurlijk alleen ook weer het punt dat zo'n trap redelijk wat ruimte inneemt. Dus om het economisch met de ruimte om te gaan, zou ik dan die trap hier bijvoorbeeld moeten maken, of in elk geval rechtdoor moeten laten lopen. Dat is het meest economisch. We creëren hier in elk geval extra ruimte om de bloemen heen. Oh, dit was niet per se de bedoeling. Die eraf. Ik denk dat ik niet verder kan. Dus deze maken we krom. Zo inderdaad. Want ik denk dat dit... Oh, dat wil wel. Interesting. Nee, die wil dan weer niet. Vanwege dat hek. Als ik dus het hek weghaal... Er zijn nog wel wat opties. Zo. En dan moeten we op de een of andere manier hier uit kunnen komen. En dan maken we hier een klein zit-zonplekje. We gaan kijken. Ik ben niet zeker over dit idee. Ik hoor graag wat jullie ervan van denken. Het plan klinkt niet direct alsof ik overgehaald ben. Wees een vis die ik nog niet heb. Come on, onbekende vis. Een Ayu, helaas. Die heb ik dus al. Ayu en Ayu is ook wat ik tegen jullie ga zeggen. Of eigenlijk Ayus. Want we zijn aan het einde gekomen van deze video. Vond je hem tof? Beloon hem dan zeker met een blauw duimpje omhoog.
abonneer natuurlijk voor meer. Deel deze video met je vrienden via social media, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Noem het allemaal maar op. Alle delen helpt enorm. Volg mij natuurlijk ook op social media. We zitten bijna op de 1000 Instagram volgers. Dus als je me daar zou willen volgen, zou dat super tof zijn. Links naar al mijn social media in de beschrijving. Samen met een link naar de Discord, waar je me ook kunt volgen. Waar je droomcodes kunt delen en ook kunt chatten met andere Animal Crossing fanaten. Toppers! Ik zie jullie heel graag in de Discord en ik zie jullie ook heel graag bij de volgende video. Ik was Crazy Koen. Nogmaals bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Houdoe!